Peter van de Veire van de radio M&M. Dag Peter, wat brengt u naar de Gentse feesten? Ik moet hier werken zometeen. Ik moet zometeen een no-dj-set spelen. Zie je het zitten? Ja, ik denk het wel. Ja, het ziet er heel leuk uit. Het is wel nog klaar, dat is altijd een beetje moeilijk. Maar ja, absoluut, het ziet wel zitten. Ja. Je stond vorig jaar ook op de Gentse feesten. Viel dat een beetje mee? Ja, en in principe moesten we hier morgen ook staan, maar ik vertrek op reis, dus het gaat niet. Maar toen was dat heel leuk. We zaten op Poli Poli en toen stond het podium nog over het water. En ben ik bekogeld met, ik denk, een vat of twee bier. Dus ja, dat viel enorm mee. Je hebt heel wat vrouwelijke fans al bizarre voorstellen of vragen gekregen. Wel, het laatste wat ik meegemaakt heb, is dat er iemand een slipje naar mijn hoofd gegooid heeft. En meestal gooien ze dan slipjes die niet gebruikt zijn, maar dat was gebruikt. Dat was een beetje raar. Maar bizarre voorstellen, dat valt nogal mee zo. Dan even over M&M. Is het een even groot succes geworden als dat je gehoopt had? Tot nu toe absoluut ja. Ondanks wat heel veel media beweren dat het geen succes is. Allee, uiteindelijk zijn we een nieuwe zender. In veel ogen is dat een opvolger van de vorige zender, Donna. Dat klopt voor een bepaald deel. Maar het is wel zo dat we hebben een heleboel luisteraars afgestoten. Als je het zo wil noemen, wat ook wel klopt. En wat ook wel nodig was, maar we hebben uiteindelijk 60.000 luisteraars meer dan de vorige zender. Alleen luisteren ze iets minder lang. Dus voor mij is dat echt wel een succes, ja. Doet voorlopig de ochtendshow niet meer. Wanneer begin je daar terug mee? In principe vanaf januari opnieuw. Nu nog volop aan het genieten van de vakantie? Ja, maar het is wel zo dat ik vanaf, vanaf over 2 weken zeg maar, aan een televisieshow begin, voorbereiding en ook aan een woensdagnamiddag radioshow. Dus ik heb werk genoeg alleszins, ja. Oké, dankjewel. Veel plezier. Alsjeblieft. DJ achter Peter van de Veire, hoe voelt het om zo achter Peter de muziek te verzorgen? Hij heeft niet liever dat ik achter hem sta. Hij heeft nogal homoseksuele neigingen en hij heeft hem altijd graag dat een DJ echt achter hem staat. Doet u de tikkels? Ja, dat doen we vaak. Dat doen we toch wel elke week, 1 of 2 keer. Ja. Oké, dankjewel. Nog veel plezier. Graag gedaan.